Goedendag, Telegraaf Vandaag van maandag 1 augustus. De dag dat kringloopmedewerker Sander Sirk uit de Den Helder in het vliegtuig vanuit China naar Nederland vliegt. Na zijn dramatisch mislukte dateavontuur. Zijn gedroomde internetbruid bleek niet te bestaan, waarna die strandde op een vliegveld. Na 2 weken wachten op zijn droomprinses stortte Sander in en belandde hij uitgeput in het ziekenhuis. En daar sprak Telegraaf TV hem kort. Hij mag een pap. Hey, ik ben in Shanghai. Er zijn een paar problemen, maar dat leg ik je nog wel uit. Zodra ik weer thuis ben in jullie armen. Niet eerder. En wees alsjeblieft niet ongerust, man. Maar het leed is nu gelukkig geleden. Doktoren verklaarden hem fit genoeg om te reizen en de 41-jarige Sander is nu met een tussenstop in Beijing onderweg naar zijn ouderlijk huis, waar hij nog steeds woont. Onze correspondent in China, Marcel Vink, die ging vanmorgen nog even snel bij hem op bezoek in het ziekenhuis. Ik heb hem vandaag opnieuw gesproken en tijdens dat gesprek kreeg hij te horen dat hij toch naar huis mocht van de doktoren. Hij was duidelijk heel opgelucht. Je moet je voorstellen dat hij geen woord Chinees spreekt en ook zijn Engels toch redelijk beperkt is. Ja, en hier in Changsha, in het zuidoosten van China, zijn er ook maar heel weinig mensen die een beetje Engels praten. Ja, wie de rekening heeft betaald, dat is eigenlijk onduidelijk. De dokter had al eerder een groen licht gegeven voor zijn ontslag, maar het was alleen nog, er lag nog een rekening open. Die rekening die betrof 600 renminbi. En dat komt naar meer of zo'n 80 euro, zeg maar. Hij weet het niet. Hij heeft alleen een lege creditcard. En hij heeft absoluut geen idee wie die rekening betaald heeft. Maar hij weet in ieder geval wel zeker dat Liu Fang, zijn vermeende aanstaande, dat hij de rekening niet heeft voldaan. Nou, ik heb hem inderdaad gevraagd of hij nu echt wel een beetje helemaal klaar is met dat internetdaten. Hij is natuurlijk nu aan alle kanten door iedereen gewaarschuwd en heeft zelf kunnen ervaren waar dit allemaal toe kan leiden. Hij was redelijk gedecideerd tegen mij. Hij zei nee, ik heb echt mijn lesje geleerd en ik ben een beetje klaar met dit daten via internet. Maar meteen daarna voegde hij er wel aan toe. Althans, op dit moment. Ja, in dat opzicht heb ik een klein beetje met twijfel of hij nou echt zijn lesje heeft geleerd. Aangeschoven is nieuwsdienstverslaggever Niels Kalkman. Niels, welkom. We kunnen wel concluderen dat Sander zwaar opgelicht is. Hoe vaak komt dit nou voor? Als we heel eerlijk zijn, komt het steeds vaker door. En dan hebben we het over datingvrouwen in het algemeen. Dus dat hoeft niet alleen te betekenen dat je beoogde bruid niet bestaat. Maar ook dat het iemand is die zich voordoet als iemand anders om jouw geld af te pakken. De fraude helpdesk houdt dit bij. En die ziet een stijgende lijn. Want in 2013 waren er 111 meldingen. En vorig jaar, 2015, waren dat er al 250. En op dit jaar, tot en met juni, zitten we al op 180 meldingen. Dus het komt wel steeds vaker voor. En het uiteindelijke doel is om die mensen geld af te troggelen, zoals ze hier ook hebben geprobeerd bij deze jongen. Maar wat voor bedragen gaat het dan om? Dat kan enorm oplopen. We hebben met een collega vandaag rondgebeld en we hebben iemand gesproken die bijvoorbeeld voor 50.000 euro het schip in is gegaan. 50.000 euro? 50.000 euro, heel de spaarrekening gewoon overgemaakt naar iemand die niet bleek te bestaan. Liefde maakt blind, zullen we zeggen. Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Maar het is natuurlijk dramatisch als je al je spaargeld op zo'n manier kwijtraakt en dan ook nog eens daarnaast je ware liefde kwijt lijkt te zijn. Ja, want het gaat allemaal super simpel, hè? Je hebt het vandaag geprobeerd. Ja, ben op zoek gegaan naar een Oekraïense bruid. En ik ben gestuurd op Christina van 25. Ja, dit is er. Hè? We hebben er even erbij gehaald. Ja, dit is er. En ik dacht... Die past. Ik vind dat ze wel bij jou past. Dat is niet heel erg mijn type, als ik heel eerlijk ben. maar ik vroeg me dus gelijk af, bestaat deze mevrouw wel? En ik heb gebeld met een Amerikaanse organisatie. En die organisatie heet Inspirations Company. Verreweg het grootste gedeelte van de internetsites in Nederland waarop je op zoek gaat naar buitenlandse bruiden, valt onder deze organisatie. En zij werken samen met 2000 marriage companies, zoals ze dat noemen. Dus eigenlijk gewoon huwelijksbureaus. En deze Christina heeft zich dus daadwerkelijk ooit gemeld bij een lokaal datingbureau met haar paspoort. Dus ze heeft dus daadwerkelijk bestaan en die mensen hebben ook gecontroleerd of zij degene is op de foto. Maar, zeggen ze, de mevrouw die ik sprak in de Verenigde Staten, want via daar loopt het allemaal. Die mevrouw zei wel van, we kunnen natuurlijk niet controleren of deze mevrouw nog steeds op dit account actief is. Garanties tot aan de deur. Maar hoe geraffineerd werken die mensen? Die gaan heel geraffineerd te werk. En sowieso die websites die hebben een slim geitje bedacht om geld te verdienen. Ik kon naar Christina een bericht sturen, dat was allemaal gratis. Ja. Maar op het moment dat Christina mij iets terugstuurde, dan moest ik daar geld voor betalen. En ja, als deze foto oppopt en je denkt, die heeft mij een bericht gestuurd, wil je dat wel lezen natuurlijk. Zo werkt dat dan ook wel weer. En Christina sprak geen Engels, dus dat moest vertaald worden en dan komen er nog eens 50 cent bij.
Dus op zo'n manier betaal je al veel om überhaupt in contact te komen. En op een gegeven moment slaat natuurlijk de vonk over. En dan kunnen de dingen gebeuren waar we het net over hebben gehad. Ja, dan kun je 50.000 euro kwijtraken. Bijvoorbeeld, als het, als het slecht uitpakt. Maar in Nederland, kun je niet beter gewoon in Nederland naar een vrouw zoeken of een man? Dat kan, want we hebben in Nederland het keurmerk Veilig Daten. En dat is een keurmerk dat onderscheidt de shabby websites van de goede websites. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat op die goede websites ook alles koekenij is. Daar kan natuurlijk ook per ongeluk een rot ei tussen zitten. Maar daarnaast hebben we in Nederland 700 websites met echt nepprofielen. En dat staat ook in de voorwaarden op die website. Van alles hier op deze website is een nepprofiel. Maar ja, er zijn mensen die zijn zo blind gemaakt door de liefde. En die lezen natuurlijk niet die hele lap tekst op die datingprofielen. Ja, je ziet nou weer dat die I love you Erik. Dat soort teksten krijg je natuurlijk allemaal opgestuurd. Ja, als je dat ziet, dan kun je daarvoor zwichten natuurlijk. Ja. Ja, maar wat is nou eigenlijk het beste wat je kan doen als je toch wanhopig op zoek bent naar een man/vrouw? Als je het pers in het buitenland wil zoeken, kun je inderdaad contact opnemen met Inspirations Company. En dan hopen dat degene die het paspoort ooit heeft ingeleverd nog steeds op dat account actief is. En ja, op het Nederlands heb je natuurlijk tal van geaccepteerde datingprofielen. Ja. Zoals de Relatieplanet en zo. Die zouden in principe veilig moeten zijn, omdat ze zo'n keurmerk hebben. Maar goed, helemaal zeker weet je dat natuurlijk nooit. Dus je kan ook gewoon naar de kroeg gaan misschien en daar proberen iemand op te doen. En jouw hele datingverhaal morgen in de krant, hè? Zeker, ik ben met een collega hier diep ingedoken. En morgen in de krant een groot verhaal. Ik hoop dat we uitgenodigd worden voor je bruiloft. Misschien. Dankjewel, Niels. Tot zover Telegraaf Vandaag. Meer hierover op onze site en natuurlijk morgen in de krant. Fijne avond nog. Dag.